Voedselvergiftiging. Het was tijd om te eten. De meester had gratis brood gekregen van de firma Brood. Oh, is dat brood voor ons? Gaan wij dat opeten? Is dat dat ene brood? Ja, dat is dat brood van die ene reclame. Hou jij ook zo van gezond leven? Eet dan nu dat merkloze brood. 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 Brood trommel. Koop nu dit brood. Met extra vezels. Ook lekker voor bij de lunch. Nu bij jou in de winkel. Merkloos brood van de firma Brood. Smakelijk eten. Is dat brood echt voor ons? Mogen wij dat dan weten? Ja, dat heb ik voor jullie geregeld. Ik ben echt de tofste meester van de wereld. Er is brood voor hoge nood en ik ga het nu uitdelen. De klas was door het dolle heen. Oh, dat is lekker dat brood. Dat is het lekkerste brood wat ik ooit in mijn hele leven heb gezien. Oh, kom lekker hier lekker brood. Dat is de mooiste dag van mijn leven. Meester, mogen we al beginnen met eten? Dat is zo lekker, alsjeblieft. Oké, dan zeg ik nu smakelijk eten. De hele klas smikkelt en smult van het brood. Smaakt dit, jongens en meisjes? Lekker hoor. Maar dan gebeurt er iets met de leerlingen. De meester raakt in paniek en weet niet wat hij moet doen. Ja, 1-1-2, we hebben hier een ongeval. Oh, ik heb overgegeven. Wat heb jij op je gezicht? Je hebt daar iets zitten. Dat is bloed. Oh nee. Alsjeblieft, help ze, ze zijn ziek zo snel mogelijk, please. Ik wil meteen alle kinderen naar de operatietafel. De kinderen besloten snel mee te gaan. Volgende patiënt. Steek je tong eruit. Ik zie het al, we moeten bloed afnemen. Doe ze omhoog. Oké, volgende. Voorzichtig. Oké, nu bewegingen doen met je knieën. Wat moet ik doen? Oefeningen met je knieën, kijk. Zo. Auw. Ik zie het al, het is iets aan de spieren. Dan hebben we nog één onderzoek te gaan. Oké, volgende. Voorzichtig. Ik zie het al, ontsteking in de keel. Nou, nog eentje en dan weten we genoeg. De volgende mag komen. Voorzichtig! Kun je mij verstaan? Ik denk dat we met een heel groot probleem zitten. In de klas ging het onderzoek nog even verder. Alsjeblieft, weten jullie eindelijk wat er met de kinderen aan de hand is? Ze hebben een heel ernstig virus opgelopen. De meester wil snel medicijnen. Dat willen we wel doen, maar daar is geen geld voor. We doen alleen het brood nodigen. Dus jullie kunnen de kinderen niet helpen? Nee, we gaan er weer vandoor. Doedeledokie. De kinderen besluiten zelf iets te bedenken. Ja, dan gaan we naar firma Brood toe. Ja, en wat hebben we daar dan voor nodig? Wij willen medicijnen! Wij willen medicijnen! Niet tot firma Brood! Niet tot firma Brood! Geef ons nu het geld! Geef ons nu het geld! Anders gaan we misschien dood! Anders gaan we misschien dood! De baas van firma Brood komt net van zijn werk af. De kinderen hebben mooie protestborden gemaakt en hopen heel veel geld te krijgen voor medicijnen. Zo meneertje, we komen jou eens wat vertellen. Volgens mij is er iets aan de hand, of niet? U heeft ons vergiftigd, meneer. En daar zijn we niet blij mee. Ik zal voor jullie gaan oplossen. Ik zal jullie alle geld gaan terugbetalen en voor medicijnen zich goed regelen. De filmabaas gaat er snel vandoor. Na een lange achtervolging hebben ze de firmabaas eindelijk te grazen genomen. De firmabaas geeft toe en betaalt de medicijnen. Iedereen is blij. Jongens en meisjes, het is weer etenstijd en ik heb een verrassing voor jullie. Gratis firma chocola. Hebben jullie zin in gratis chocola? Oh nee!